Zo'n 16 studenten van het ROC in Flevoland en van de Eres Hogeschool Almere varen op dit moment van Harlingen naar Terschelling om bij het duurzaamheidsfestival Springtij aanwezig te zijn. Een festival waar allerlei mensen uit het bedrijfsleven samen nadenken en plannen maken voor een duurzamere wereld. Onderweg zitten ze niet stil, want ze hebben van twee bedrijven problemen gekregen waar een duurzame oplossing voor moet komen. En die moeten ze dan presenteren op het Springtijfestival. We spreken erover met een van de studenten, Adinda Stel. Adinda, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, jullie hebben de nacht ook op zee doorgebracht. Hoe was dat? Ja, heel interessant. Vooral voor mij de eerste keer voor een hoop mensen hier. Dus het was heel leuk, vooral met z'n allen. En ja, we hebben er allemaal voor gezorgd dat we niet gezonken zijn. Dus. Nee. En zeeziek? Nee, nog niet. nog niet. Oh, het gaat nog komen. Nog niet. Ja. Wat voor boot zitten jullie eigenlijk op? Ja, kun je een beetje laten zien en dan beschrijven? Ja, tuurlijk. Nou ja, er is op dit moment best veel gebeurd. We hebben hier, zijn ze bezig met alle zeilen weer goed zetten, zodat we weer goed verder kunnen. Ja. En we zitten eigenlijk gewoon op een heel groot zeilschip. Dat even laten zien. Ja. Ja, dat is hetzelfde. We zien inderdaad, ja. Dat grote masten, grote zeilen. Ja, gele masten. Het is inderdaad een grote. Met hoeveel mensen zitten jullie eigenlijk op die boot? 16, hè? Maar zo met zo'n 16 en dan ook nog met docenten. Daarom. En met professionals. Dus ja. Maar jullie zitten daar niet voor een pleziervaartje. Jullie zijn aan het nadenken over een probleem. Welk probleem hebben jullie? Nou, we hebben twee problemen eigenlijk. En de groep is verdeeld in drie verschillende groepen. Twee daarvan hebben de stelling: hoe zorgen we ervoor dat we de mindset binnen de bedrijven meer kunnen verduurzamen en meer richting de circulariteit kunnen werken? En wij hebben vooral: hoe zorgen we ervoor dat tegen 2030 100% van de nieuwbouwwoningen circulair gebouwd worden? Dus met materialen die gewoon opnieuw gebruikt kunnen worden? Ja, vooral veel hergebruik inderdaad. Ja. En zijn jullie al dicht bij een oplossing gekomen? Zeg je, nou, dan moeten we nog een hele lange weg varen in dit geval. Nee. Nou ja, we zijn vooral vandaag bezig met de oplossingen. We hebben al heel veel gebrainstormd voor ideeën. Maar nu moeten we vooral naar de oplossingen gaan werken. En dat is het doel van vandaag. Ja. Wanneer komen jullie eigenlijk aan in Terschelling? Morgenmiddag, als het goed is. Oh, dan heb je nog wel even tijd voor de problemen op te lossen, toch? We hebben zeker nog even tijd. We gaan het ook presenteren, dus daar moeten we ook nog tijd voor overhouden. En morgenavond gaan we het presenteren op Springtij zelf. Ja. Heb je tot nu toe al dingen geleerd van deze tocht? Of zeg je van, nou ja, nee, dat moet allemaal nog komen? Ja, behoorlijk veel geleerd. Op dit moment vooral voor het zeilen zelf en de samenwerking. Want het is natuurlijk een samenwerking tussen verschillende bedrijven, tussen heel veel verschillende soorten leerlingen. Dus dat is wel een van de belangrijkste dingen die je leert hier. Echt de samenwerking tussen verschillende groepen. Ja. En hoe ervaren jullie dat eigenlijk zelf? Is een boot nou eigenlijk bij uitstek de plek om dit soort problemen te gaan oplossen? Dan om erover te brainstormen? Of zeg je, nou, dat kan ook prima gewoon aan de vaste wal? Nou, op zich, je zit wel echt allemaal op een kluitje en je loopt elkaar nogal veel in de weg. Dus in die zin kom je wel met heel veel mensen in aanraking en ga je ook sneller in gesprek in die zin. Ja, want je komt er natuurlijk niet vanaf. Je kan niet zeggen van, ik ga even die boot af als je midden op open zee zit. En de auto kun je nog uitstappen langs de kant van de weg. Ja. Goed, Adinda, dankjewel en heel veel succes met de verdere tocht. En mocht je nou toch die oplossing gevonden hebben, laat het ons even weten. Zeker weten, dankjewel. Dank je. Hoi.